Het heeft wel een beetje tijd gekost, weet je wat er aan de hand was? Ik dacht, ik heb een zeven tijd, ik heb een hele middag voor me. Ik ga heerlijk vroeg vanuit Nieuwe Tongen op weg naar Zwolle toe. Maar wat denk je wat er gebeurde? En daarom moet je altijd voorbereid zijn in het leven op verrassingen. Ik kwam bij Amersfoort, of bij Utrecht, en daar zag ik al heel veel vorming. Nou, dat was met ongeluk gebeurd. Een auto op de vangrail geklapt en er wordt een paar rijstroken afgezet. En dat kostte heel veel tijd, dan moet je weer een beetje bijrekenen. Ik dacht, oh, ik heb nog tijd zat, niks aan de hand. Komt goed, want ik ben dankbaar dat ik dan even moet wachten. En dat ik niet op de vangrail zit, want dat is veel erger dan zit. Dus als je in de problemen zit, zo moet je het ook weer van die kant bekijken. Amen. Dus ik was dankbaar, stapvoets en ik kwam er ook weer erin. Toen kwam ik vlak bij u hier bij Zwolle. En wat denk je, ja, weer 10 kilometer van Zwolle. Stoppen, stapvoets. Toen ben ik stapvoets zo hier in Zwolle gekomen. Het heeft me weer maar een uur gekost. Dan bleek weer een grote bus, die bleek niet meer te lopen. Nou, dat moest weggesleept worden. Nou ja, goed. Ook weer tijd kostte. Maar ik was 10 minuten te laat bij de afspraak bij mijn lieve zusters. Waar ik eten kreeg. Ik heb liefdevol eten gehad. Heerlijk mogen eten. Daar heb ik ook weer van genoten. Liefde man. Ik was 10 minuten te laat. 4:50. Maar het ging niks. Ik was ruim voor de tijd hier in uw dienst. Om hier te mogen spreken. Het woord van God te mogen brengen. En dat is de waarheid. En dat is onze leidraad voor ons leven. Maar zo ben ik ook naar u toe komen rijden. En ik moest ook aan denken. Ik had er gewoon plezier in. Ik was gewoon dankbaar dat ik het allemaal de mogelijkheden heb en mag en kan doen om hier naar u toe te rijden. Maar weet je waar het mee te maken, broeders en zusters? Dat is een belangrijk bestanddeel. God die ziet ons hart aan. En of we dan een rimpeltje of een kaal plekje hebben, of een strak in het velletje zitten, maakt allemaal niks uit. Weet je waar het om gaat? Om het hart. Daar gaat het om, broeders en zusters. Ze voelen je eigenlijk nooit minder waardig. Want je bent kostbaar in Gods ogen. Je bent ieder uniek. Er is geen tweede van iets waar zij hier zijn. Is er geen tweede kopie ervan. Ieder is uniek. Dus je bent kostbaar. Je bent een geliefd kind van de Heer. En daarom kom ik met een boodschap van u brengen. En dan snijd ook een beetje naar mijn eigen vlees. Wil ik u best bekennen. Want het is eigenlijk een zo radicale boodschap die ik u ga brengen. Wat de Heer op mijn hart lag. Om hier uitleg over te gaan geven. Maar en dan ga ik eerst voor u voorlezen over een boer. Waar ik zelf ook mag zijn, dat weet u. Ik mag ook gewoon een akkerbouwer zijn in de polder, in Nieuwe Tongen. Maar ik ben zo dankbaar dat Gods woord mag verkondigen. Want dat is zo vast en zeker. Want dat hebben we allemaal nodig. Dat heeft u nodig in uw omstandigheden. Als je achter het aanrecht staat, als je de kinderen naar school brengt. Of wat voor werk, of dat je geen werk, of wat dan ook, maar wat je ook doet. Je hebt allemaal de Heer nodig bij iedere omstandigheid. En weet je wat je ook zo nodig hebt? Zijn bescherming. Ik had gistermiddag nog, ging even met land kijken. En ik moest even een glibberige stoep op mij halen met een vierwieldrijver. Gaf dat niet, maar ik was een beetje nonchalant en ik stuurde een beetje op de spiegel. Ik zag eruit, dacht, hé, wat gaat die niet scheef? Zat verdorie, zat die bekende sloot in. Toen ben ik gauw hup gas vooruit en toen was ik weer uit de gevarenzone. En ik zei, Heer, dank u wel. De beschermengelen hebben weer goed gewerkt van u. Dank u wel, ik ben beschermd gebleven dat ik niet doorgereden. Anders had ik kopje over in de sloot gelegen. Had ik vandaan hier voor u gestaan, hoor, echt niet. Maar zie je wel dat we allemaal kwetsbaar zijn, broeders en zusters. Al onze omstandigheden, waar je ook in verkeert, die zijn allemaal kwetsbaar. Vele mensen in het verkeer, die gaan van huis. En je komt op een andere manier terug, gewond of averij opgelopen. Wat ik ook gezien heb met die auto op de vangrail. Nou, dat is een verschrikking uit de ziek. Want ik weet ook, ik heb vroeger was een auto totaal losgereden. Ik weet het gevoel, dat is niet prettig hoor. Ik heb lekker de gevoelens, weet ik. Want als ik vroeger, ook in mijn jonge jaren, toen in die 20e jaren, als ik me zeg, toen was ik nog een jonge vent. Ja, nou ben ik niet oud hoor, echt niet. Oh God, die vernieuw ons toch. Ik wil even de ouder onder ons bemoedigen. God die vernieuwt onze geest van dag tot dag, dat is toch geweldig? Dus die blijft vurig in de Heer verbonden. En dan wordt hij dan met de uitgekentekenen wat ouder. Niks aan de hand. God die geeft de kracht om door te mogen gaan. En ik moet eraan denken, dat hebben we al met hartsgestelden te maken. U bent ook, waarschijnlijk zijn er hier jongeren onder ons. En die hebben ook verkering gehad. Die zijn verliefd geworden. Hé, op de meisjes, die jongen. En ik weet toch goed, in mijn tijd. Ja, toen was het gebruikelijk
op de woensdagavond naar het meisje toe. Nou, tegenwoordig is het eigenlijk bekend aan ze verliefd raken, is bekend erin, ze continu. En ze proberen gelijk ook maar gezamenlijk bij elkaar te komen. Maar dat is niet naar Gods woord. God die zegt dat is voorbehouden aan het huwelijk, met elkaar optrekken. Hokken is er niet bij in Gods woord moeten. Maar vroeger was het echt goed streng gescheiden. Maar dan mocht je woensdagavond naar je meisje toe. Ik ken mij geen heugen, broeders en zusters, dat ik ooit ziek geweest in de woensdagavond. Nooit. Nou had ik Gods woord lezen. Maar dat het allemaal met die hartsgestelde te maken is zo belangrijk. Dat het hart, dat het goed gesteld is, ook om de Heer op de eer te geven. En dan ga ik met u lezen in 1 Koningen, hoofdstuk 19. En dat gaat over een boer. En dan kwam Elia voorbij. En dat is zo'n krachtig hoofdstuk. En ik moet er ook zelf van denken, omdat ik zelf nog gelukkig ook met een trekker ook een ploeg ben op het land. Nou, als er dan iemand voorbij komt die zegt, stap van je trekker af en ga mee. Ik denk, dan wordt het toch wel een beetje schrikken. Dus ik moet ook, dus die geschiedenis van Elisa spreekt mij enorm aan. Want het is een man die haar liefde voor zijn vak, voor zijn land, om het te bewerken, om het te ploegen, te zaaien. En ook te mogen verzorgen en te oogsten. En dan gaan we de geschiedenis in Gods woord lezen. Vanaf 1 Koningen 19, de versen 19 tot en met 21. En daar staat, nadat hij vandaan gegaan was, trof hij Elisa aan, de zoon van Shafat, bezig te ploegen, met 12 span voor zich, terwijl hij zelf bij het 12e was. Toen Elia hem voorbij ging, wierp hij hem zijn mantel toe. Daar verliet hij de runderen. Snel Elia achterna en zei, laat mij toch mijn vader en mijn moeder kussen, dan wil ik u volgen. En dan zei hij tot hem, ga heen, keer terug, want wat heb ik u gedaan? Toen keerde hij van achteren terug, nam het span runderen, slachtte het en kookte ze op het ploeghout van de runderen. Het vlees gaf hij aan het volk en ze aten. En daarna maakte hij zich gereed, volgde Elia en diende hem. Dat is radicaal, broeders en zusters. Zo uit je werk en zo in je kraagje gegrepen en zo de profeet Elia gevolgd. Dat is een heel aparte geschiedenis. En daar heb ik ook een thema meegegeven aan deze woordverkondiging. Gods wil voor uw leven. Wat wil God voor uw leven? En daar hebben we allemaal mee te maken. Want we hebben een vrije wil gekregen. We kunnen vrij besluiten nemen, broeders en zusters. Op ieder gebied, iedere keer opnieuw weer, worden we uitgedaagd om een beslissing te nemen. Maar weet wel, laat jij geleiden door de Heilige Geest. Want toen de Heer Jezus opvoerde ten hemel, toen heeft hij de Heilige Geest ook gezonden. Waar de discipelen op moesten wachten. En u weet, met de uitstorting met Pinksteren, met de Heilige Geest, kwam er 3000 tot geloof, tot bekering, tot geloof. Dat is gewoon fantastische kracht, explosie was dat, van boven van de Heer, van de Heilige Geest, die viel op de apostelen. Wat geweldig, dat hebben we allemaal nodig, zeker in de tijd waarin we nu leven. We leven nu in een tijd vol misleiding en vol van een zekere besluiteloosheid. Je ziet het in alle organen van de samenleving, of het nou bedrijfsmatig is, of in de overheid, of in de politiek. Het is allemaal enorm veel vergaderen, veel praten en eelt krijgen op de zitvlees en niks gebeuren. En dat is in die tijd leven in het Rijk, zo weinig echt concreets uitkomt. Maar Jezus was altijd radicaal. Als hij rondging, de Heer Jezus, en hij kwam zieken, kwam op zijn pad, die kwamen naar hem toe, of hij straks aan, zei hij altijd, dan zei, wees genezen. Maar als ze zonde gedaan hebben, maar zondig niet meer. Dus altijd, wees genezen. Maar weet één ding, laat de verkeerde dingen, dus als er zaken zijn die tussen u en de Heer komt te staan, dat zijn woord ook verbiedt, doet het niet meer. Laat die zonde. Dat is zo belangrijk. En
Ik moet ook denken in de schepping, toen God de schepping gemaakt heeft. Het is zo prachtig, broeders en zusters, die is zo geweldig. U moet weten in de schepping, als je bijvoorbeeld, ik zal een vogel noemen, zonder dat ik pas ook wel las. En die heet de braansluiper. En die wordt veel, en die broedt zijn jongen uit in Duitsland. En als het einde van het broedseizoen is en de vogel is aan het groeien, op een gegeven moment zegt hij, dan gaat in de loop van de zomer, gaat de oudere paar, gaan we terug naar de Nijl in Afrika, wat hun die basis is, waar ze thuis horen. En die jongen blijven achter. En dan denkt hij, na de zomer, dan gaan die jongen ook op pad. En ze landen exact bij de ouders op de Nijl in Afrika. En dat is de schepping. Dus de schepping, de dieren zullen nooit besluiteloos zijn. Of denken, ja wat moet ik nou? Of moet ik nou links, moet ik nou rechts? Nee, dat is met de schepping al erin gegeven, in het instinct. Je weet exact wat ze doen moeten. Ik zal u een praktisch voorbeeld geven. Daar heb ik ook heel veel plezier in. Wij hebben op bedrijven, wij ook een moederpoes en twee zoontjes, twee katers en die zijn aan het opgroeien. En als je dingen ziet, dan heb je een vacht die glans zo mooi. Een menige zuster, jaloers zo wezen, zo'n glans op die vacht van de katten die wij ook op bedrijf hebben. Maar één daarvan, je hebt het wel eens, die wil zwerven, die wil verkennen, die wil zijn territorium, zijn gebied vergroten. Nou, dat willen wij toch ook? Onze tentpalen wat verder zetten, ons gebied vergroten. Dat is helemaal niet verkeerd. En dan gaat hij af en toe op pad en een paar kilometer achter ons land hebben we een bos leggen. En dan gaat hij helemaal door het land heen naar de bos toe. En dan ben je maar even één of twee dagen kwijt. En dan komt hij even terug, want hij weet dat hij op de basis heerlijk eten krijgt, brokjes en zijn natte voeren, noemt hij af van die potjes. Maar in ieder geval, dan weet hij dat hij heerlijk verwend wordt. En dan komt hij weer terug naar huis. Ja. Maar zo moeten wij ook zijn. We moeten uitzwerven. We moeten heel ver gaan. Want God heeft altijd tegen ons gezegd, we hoeven met discussies niet de zaak discussie te voeren en proberen om je gelijk te halen. Maar wezen getuigen. Het laatste vers van Matthäus zegt zo duidelijk. Wij zijn geroepen, ieder kind van de Heer, om een getuige te zijn. En door je levenshouding. En ik weet ook, en dat vind ik zo bijzonder. In de dierenwereld, in de schepping van God, hebben we nooit geen discussie. Die weten wat ze doen moeten. Dat zit er helemaal in het instinct. Maar wij hebben vrij wil. Wij hebben verstand gekregen. Maar daarom moeten wij ook gehoorzaam zijn. En daarom, omdat wij verstand ontvangen hebben, kunnen wij in Gods woord ook lezen hoe wij met te wandelen hebben te handelen. Dat staat allemaal in Gods woord. En als we daar naar leven, dan zal het ons wel gaan. Want dat is bovennatuurlijk wat met ons verstand niet begrepen wordt. Maar het geeft ons overwinningskracht. Want er zijn ook onder u hier ook wellicht die ook verliezen meegemaakt hebben. Die ook geliefd ook naar het graf moeten brengen. En dat je op dat moment zelf denkt, oh, hier kom ik nooit overheen, naar een mens gesproken. Zo pijn is dat geeft als je geliefde ook naar het graf moet brengen. Of nou een kind is, of een zoontje van dochter is in mijn geval. Een zoontje van 3 jaar, 10 jaar geleden mijn vrouw. Maar dan denk je wel, hoe kom ik overheen? Maar weet je wat het wonder is, broeders en zusters? En ook naar Annie toe wil ik ook die bemoediging ook geven, ook wel over naar aanleiding van het overlijden van haar broer. Weet wel, hij is veilig in Jezus' armen. Dat hebben we ook net nog gezongen. Hij heeft hem eerst de Heer geloofd en geprezen. En hebben we ook heerlijk bij gewicht en bekend bij gedanst van de Heer, van de lofoffers. En de koning komt, Jezus komt. En we heerlijk mogen zingen. En toen hebben we ook de naam gezongen, veilig in Jezus' armen. En dat hebben we allemaal nodig, zoals we hier zijn. Want we zijn nu in levende lijven. We hebben nu de levensadem, zoals we hier zijn. Heerlijk. En ik mag u ook feliciteren dat u ook vanavond ook gekomen bent. Want u hebt een goede keus gemaakt om de Heer te loven en te prijzen en te aanbidden. En ook onder zijn woord te komen, onderwezen te worden vanuit zijn woord, is zo belangrijk. Want dat geeft ons levenskracht om in een wereld ook stand te houden. Want we leven op het ogenblik ook letterlijk ook in een eindtijd oogstseizoen. Want de velden zijn, zoals Gods woord zegt, de velden zijn wit om geoogst te worden.
maar arbeiders zijn er weinig. Maar heb ik ook het thema, Gods wil voor uw leven. Dus bid ervoor, laat u door de Heilige Geest leiden. Heren, wat mag ik voor u doen? Maak u het mij kenbaar, maak u het ook op mijn pad. Dat u degene bent die deuren sluit en ook deuren weer opent. En als je één keer meegemaakt hebt, dat je ook een geliefde ook een weg hebt moeten brengen. En je hebt dan door genade, enkel door genade, ervaren. Wat een troost. God geeft door zijn woord. Want hij zal ons nooit, in Hebreeën 13, de verse, Hebreeën 13, verse 5 tot en met 6, is dat hier zo duidelijk. Want hij zal ons nooit begeven, nog verlaten. Hij zal altijd met ons zijn. Ah, dat is toch een geweldige belofte. Maar broeders en zusters, om dat te ontvangen, moet je ook geloven dat God een waarmaker van zijn woord is. Ja. Anders heb je het geen zin. Maar als je het ook gelooft, met ons natuurlijke verstand, kunnen wij het nooit bevatten. Maar we moeten kinderlijk geloven. Zoals een kind ook hier voor me ook net aan het dansen waren, al met een blij hartje om de Heer ook in te verhogen, om groot te maken. Daar geniet ik in. Ik vind het prachtig, die jongeren, als ze dan zo al met een kinderhartje, met kinderlijk geloof, zo de Heer groot maken. Dat is toch geweldig. En daar moeten wij ook net in worden. Maar we gaan ook een ritme in het ogenblik, waar we nu in, ook in beland zijn, broeders en zusters, in een tijd van tekenen en wonderen. Want God is ook bezig om een nieuw zaad te planten. Van openbaring, geliefde, liefde, geloof en kracht in de levens van zijn volk. Want Romeinen 8 vers 19 zegt zo duidelijk. Want met rijkhalsend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods. Amen. Dus wij moeten echt staan. En we hoeven niet bang te wezen. We hoeven niet te vrezen. Ik weet ook wat de geschiedenis, die kennen we allemaal. Toen de apostelen net... En toen Saulus tot geloof kwam. Saulus was eerst een vervolger van de christengemeente. Maar toen die Heer hem aanraakte op de weg naar Damascus, waar hij opnieuw christenen mocht gaan vervolgen, die de Heer Jezus aanhingen. En toen werd hij geraakt door een hemels vuur, door een licht. En hij viel van zijn rijdier af. En hij is 3 dagen blind geweest. En toen kreeg Ananias een apostelopdracht van de Heer: ga naar het huis toe. En spreek tot hem en hij zal genezen in mijn naam. En hij kon me zien. En toen van die krachtige vervolger is apostel Paulus een geweldige volger geworden van Jezus Christus. En wat hij in zijn leven gedaan heeft. Hij zegt ook in zijn leven, apostel Paulus, ik heb zoveel keren schipbreuk geleden. Ik heb geestelslagen gehad. Ik ben zelfs gestenigd geweest. Hij is weer opgestaan. En uiteindelijk is hij ook in de gevangenis terechtgekomen. Hij heeft alles meegemaakt. Maar één ding, hè? Hij nooit zijn Heer en Heiland verloochend. Hij heeft altijd in de kracht van de Heer Jezus heeft hij getuigd. En daar heb je al die zendingsreizen gemaakt. En daar moeten wij ook dankbaar zijn. Ook naar Gods volk, naar Israël, naar de Joden. Want het heil is vanuit de Joden naar de heidenen gekomen. Door de apostelen. Daarom moeten wij een liefde hebben voor Gods volk, broeders en zusters. Onthoud het goed. Want dat is de basis waar we ook ons heil aan hebben te danken. Omdat we op pad gegaan zijn om het evangelie te brengen. Want God die wil ons ook, even kijken. De bovennatuurlijke God is, die wil ons zegenen. Terwijl God in zijn woord zegt dat zijn wegen hoger zijn. Terwijl de apostel Paulus het net verteld, Romeinen hoofdstuk 12, staat zo duidelijk. Wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken. Er staat Romeinen 12, vers 12. We moeten hervormd worden met ons denken. En niet op wereldse maatstaven en zo. Daarom zei ik ook, Gods wil voor uw leven is zo belangrijk. Zeker in de tijd waarin we nu leven. Omdat er zoveel misleiding is op dit moment. En het gaat zo snel, broeders en zusters. Want we hebben telecommunicatiemiddelen. Die gaan zo snel. Wat er op een ander eind van de aarde gebeurt, weten we. Binnen seconden of minuten is het bekend over heel de wereld. Zo zien we dat de openbaring gaat zo snel op dit moment. Maar daarom moeten wij dicht bij Gods woord blijven. Want
ongunstige omstandigheden en ze wijden ook wel eens in verkeer. Ik moet ook wel eens denken op bedrijfsmatig, ook in de agrarische wereld, hebben wij ook met problemen te maken. Met overtollige regen, of wel eens een keer met hagel, of met die overstromingen, of met hitte, of wat dan ook. Dat het altijd niet meevalt. En ik weet, God die zal ons nooit begeven of verlaten. Want door heel mijn leven heen heeft het ook van alles nog meegemaakt. Ook op dat gebied, dat het altijd niet gemakkelijk was. Maar onze ouders hebben dat ook allemaal meegemaakt. Maar het is geweldig als je op eind van je leven mag en kan zeggen. En toch door alles heen. Door het verdriet van de liefde. Of ook met economisch, met je gewassen, met de groei. Maar de Heer, die is degene die me vasthoudt. En daar moet u vertrouwen op stellen. Ook als je op dit moment werkloos bent. Of wat dan ook. Maar vertrouw op God. Bid dat Hij deuren voor u opent. Vertrouw op zijn woord. Want Hij wil ons zegenen. En veel mensen zitten nou ook met ziekte. Die toppen heel veel met ziekte het ogenblik. Want dat gaat enorm over de hele wereld heen. Maar we moeten God ook in zijn woord. Want de Heer Jezus zegt zo duidelijk. Dat wat ik hier ook lees in het Oude Testament. Jesaja 53, daar staat zo duidelijk in, want door zijn striemen is ook voor ons ook genezing weggelegd geworden, broeders en zusters. Dus we moeten ook altijd eens vragen, als er ons iets overkomt, Heere, hier ben ik. Alles is van u. Alles wat u ons toevertrouwd hebt, ons lichaam, want hebben we nodig om hier op aarde te functioneren. Want de broer van Annie, die heeft geen lichaam meer nodig, want de Heer heeft het thuis gehaald. En als je die thuis haalt, heb je geen aardse lichaam meer nodig. Dan is gewoon op aarde over. Maar het is een rijke belofte om dat te mogen weten. Dat we eens, waar we van gezongen hebben, de koning komt, de Heer Jezus komt. En hij zal komen, broeders en zusters. En dat is toch geweldig, want we zijn op weg. Maar we zijn pelgrims. Want we moeten één ding niet vergeten. Door de tekenen in de tijd. Als je het hele hoofdstuk van Matteüs 24 leest. Kan ik zo duidelijk lezen wat erin staat. Over de toekomst. Wat er allemaal staat te gebeuren. En nu reeds in wording is. Want de kranten, dat is het bijzondere. Die bevestigen Gods woord gewoon. Wat er in Gods woord nou voor zegt is. Bevestigen de kranten, de media op dit moment al. En als je tegenslag hebt. Ga dan niet te gauw binnen, oh Heer, oh help, help, neem van weg. Nee, helemaal niet, geen slachtofferrol. Heer, het is van u. Amen. Mijn lichaam is van u. Amen. Als u mij ook een huisvesting gegeven hebt, of een vrouw, of een man naast, of kinderen, of wat dan ook, wat je ook mij op mag trekken, het is allemaal van de Heer. Als je het zo gezien, dat je rentmeester bent, dat je mag gebruiken. Zolang als je leeft, broeders en zusters. En dat is toch een heerlijkheid als je dan nog s'ochtends wakker mag worden. En je mag je benen nog buiten boord gooien onder die dekens vandaan. Terwijl er tegenwoordig zoveel mensen zijn die al liggen te zuchten. Oh, weer een nieuwe dag. De monnik onder die warme dekens vandaan. Nou, dat is een verschrikking als je zo wil beginnen. Maar je moet jou zeggen, oh Heer, dank u wel voor de levensadem. Hup, dekens weg. Een nieuwe dag. Ik ga u eerst danken voor de levensadem. En ik ga u danken voor het onderdak, want u geeft ook weer onderdak, u geeft ook weer voedsel. Maar ik verwacht het van u, maar geef me raad en geef me ook inzicht wat ik doen moet. En daar we ook niet iedere keer zitten, Heer, ik zit nou op een bankje en nou zit ik heerlijk te wachten en uit te rusten dat u eens lekker gaat vertellen wat ik doen moet. En je hebt een paar geleden, die zit al jaren zo te rusten. Maar die komen nooit meer van de rente af. Maar je moet actief zijn. Amen. Altijd actief. En sla je mij een keer die een verkeerde beslissing. En die nemen we regelmatig. Daar zijn we mens voor. Als ze een verkeerde beslissing nemen. En we komen erachter. Wat is het toch geweldig. Die altijd weer om mag keren. Die altijd weer naar de Heer Jezus. Naar God terug mag gaan. Want hij zegt ook altijd. Beleid die zonde. En dan zijn ze vergeven. Terwijl je als je foute dingen gedaan hebt. Dan besteed je broeder en zuster met. Om je na 30, 40 jaar nog op je vingers tikken. Weet je nog dat je toen even slimmer gegaan bent? Dan word je helemaal aangevallen. Nou, daar moet je niks aan trekken. Want wij hebben met God te maken. En dan ga ik ook een prachtig stuk voorlezen. Wat ook zo'n hele goede lijn heeft. En ik kan nu lezen in 1 Johannes, hoofdstuk 2,
zomaar een paar versen, 15 tot 17. 1 Johannes hoofdstuk 2, de versen 15 tot 17. En er staat zo duidelijk: heb de wereld niet lief en hetgeen in de wereld is. Indien iemand de wereld lief heeft, de liefde des vaders is niet in hem. Want al wat in de wereld is, is de begeerte des vleesjes en de begeerte der ogen. En een onvaardige leven is niet uit de vader, maar uit de wereld. En de wereld gaat voorbij en haar begeren. Maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. Want dat is toch grandioos, broeders en zusters. En dat zijn niet mijn woorden, maar dat is Gods woord in, wat in staat. En dat geeft ons de leiding op ons levenspad. En dat hebben we zo nodig. Zoals wij een handboek nodig hebben, ook in, wel eens in omstandigheden, voor zaken, zeg ik, heb een handboek nodig voor technische zaken of wat dan ook. Maar zo hebben wij als christenen Gods woord nodig, de Bijbel. En Johannes 14, vers 6 staat zo duidelijk altijd nog steeds dat Jezus zegt: ik ben de weg en de waarheid en het leven. Want veel mensen gaan tegenwoordig in een slachtofferrol. Oh, ik moest weten wat ik allemaal meegemaakt heb. Oh, en hebben ze een hoop woorden en wordt een hoop gepraat over wat ze allemaal aangedaan is door een ander, door omstandigheden, en maar klagen. En dan kost je geen verschrikkelijke tijd. Maar dan kijk Peter eens een keer die zeggen: ho, broeder of zuster, stop nou eens even. Laat nou eens even over onze Heer Jezus hebben. Want door onze Heer Jezus is de weg open naar God de Vader. En niet anders. Door u zijn hier. En of je nou in een kerk of in een evangelische gemeente, half vol of Pinkster of hoe zit. Het gaat om één ding. Je paspoort moet getekend zijn door Jezus. Toen ik van de week moest ik op mijn paspoort laten vernieuwen. Ik ben 5 jaar oud en moet je weer gaan vernieuwen. En toen dacht ik eens aan: hé, bijzonder. Ik heb het waarschijnlijk niet nodig, maar ik zit niet zo te hunkeren naar een buitenlandse reis. Want ik ben dankbaar dat ik hiervoor mag functioneren, Gods woord mag brengen in Nederland. Ik ben al dankbaar. Dus dat hoeft niet, maar ik wil het toch wel hebben om voor identificatie als. En ik heb gewoon regelmatig nodig. Dus ik ben ook mijn paspoort aanwezig vragen bij een lieve juffrouw. En dat is ook zo wonderlijk, broeders en zusters. Laat altijd uw blijdschap zien. Laat altijd uw liefde zien. En heb je altijd een wisselwerking. Maar weet u wel dat de liefde van God en de blijdschap in de Heer Jezus, van de Heilige Geest, wat in onze harten geeft, dat het een kostbaar gezicht is. En dat het ook een heel weinig meer gezien wordt. Veel mensen lopen met lange gezichten, strakke gezichten. Je hebt er weinig mee die breed uit met de mond lopen. Omdat gewoon al de zorgen des levens en de ontevredenheid die druipen er met gewoon vanaf. Maar je moet gewoon, je moet de blijdschap van de Heer altijd iemand vriendelijk bejegenen. Want Galaten 6 vers 9 is zo duidelijk, he, dat we altijd, we moeten niet moede worden om goed te doen. Amen. Want als het eenmaal tijd is, zullen wij oogsten. Als wij niet verslappen. Dus daar hebben we mee te maken. Gaan. Ik hou van snelheid. Dan heb ik wel eens in natuurlijk wel stroopjes naar de knoppen gereden. Om een beetje te hard was, een beetje te onstuimig haar, dan heb ik de meeste een beetje kwijt, zag je dan. Maar gewoon omdat je door wil gaan. Maar in het geestelijk moet je ook niet, wat ik nou net zeg, even ondeugend over mijn eigen verleden, wel eens wat ik gedaan heb, wat niet goed was natuurlijk. Want dan heb ik gewoon iets te hard gereden. Maar ja, goed. Ik maak ook fouten, ik ben gewoon net een mens net als u, zoals u hier bent. Ik ben niks anders. Maar weet je wat geweldig is? God die geeft vergeving als wij verkeerde daden. En dan moeten wij proberen om zo'n daad niet meer de volgende keer te doen. Maar wat is het geweldig is dat je blijdschap laat blijken. En dan zie je de andere zijde van de balie. Als je er staat, die zie je letterlijk veranderen. En die gaan maar ook nog glimlachen. Onbestaanbaar. Wat gebeurt? Gewoon. Laat de liefde van de Heer die in je hart legt, ook door je gezicht, door je uiting, naar buiten komen. En daarom is die tekst van Galaten 6,
vers 9 zo belangrijk dat we altijd goed moeten doen. We moeten bereid zijn om te geven, altijd om te geven. Zoals een boer ook aan zijn land zijn eigen in moest spannen. Met het land bewerken, ploegen, fijn maken, het zaad er aan toe vertrouwen. En dan moet je het ook weer gaan verzorgen, hein, broeders en zusters. Of we worden op weg naar de oogst. Je hebt verzorging nodig. Zoals uw moeders hier bent. Je hebt ook kleine kinderen. Nou, dit is niet tevreden. Hij zal alleen eten geven. Nee, je moest ze ook verzorgen. Je moest ze vertroetelen. En je moest ze helpen. Tot ze op een gegeven moment op eigen benen kunnen staan. Maar dat is een ontwikkelingsproces. En zo moeten wij als christenen ook altijd bereid zijn. Niet alleen tot bekering te komen. Maar dan ook discipel van Jezus Christus te worden. Dat we ook persoonlijk ook uit gaan dragen wat de Heer ook aan ons voor genade betoond heeft. En als je dat ook ontvangen hebt, dan ga je het ook uitdragen. Dan ga je het uitstralen. Want daarom moet je nooit te veel al te klagen. Maar zie dan op wat de Heer Jezus voor ons geleden heeft. En als je daar goed op toe-eigent, dan zeg je, oh Heer Jezus, wat is het erg geweest. Wat u allemaal doorstaan hebt, al die slagen, die pijn, zelfs de kruising met ook de gaten. De nagels in je voeten. Heere Jezus, wat is het erg. Maar dan ga je eigen problemen. Die zijn niet meer zo groot. Maar die worden maar zo groot. Want als je in het licht van het geest dat gaat zien. En dan zeg je. Wat er ook gebeurt. Heer, zolang ik hier op aarde mag vertoeven. Zolang ik de levensadem geef. Dat is ook een punt. De levensadem is ook tegenwoordig ter discussie. Bij de moderne mens zonder God. Die denken dat ze over te beschikken hebben. Over de levensadem, over abortus, over euthanasie. Zelfs tegenwoordig in enkele kerken komt het al binnen. De discussies avonden over euthanasie, hoe ze om moeten gaan. Daar hoeven we niet over te discussiëren. Pak Romeinen hoofdstuk 1 maar. En u kunt precies klippenklaar lezen in Gods woord. Wat er staat over al deze onreine zaken. Want daar moeten wij ver bij vandaan blijven. De levensadem is van God. En daar moeten wij nooit aan tornen, broeders en zusters. Dus laten we ook onze levenswandel ook heilig en rein en oprecht zijn. Om de Heer in groot te maken. Want we hebben ook te maken, daar staat ook duidelijk in Efeze 6. Ik kan u ook nog even opzoeken, Efeze 6, versen 10 tot 13. Staat ook zo duidelijk in. Over de geestelijke wapenrusting. Efeze hoofdstuk 6, versen 10 tot 13 zal ik lezen. Voorts wees krachtig in de Heer, in de sterkte zijner macht. En doet de wapenrusting Gods aan. Om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels. Want we hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees. Maar tegen de overheden, tegen de machten. Tegen de wereldbeheersers deze duisternis. Tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. En daar moeten we ons eigenlijk tegen wapenen. Want het is een geestelijke strijd. Een bovennatuurlijke strijd. Maar weet één ding. Als jij je verlaat op Gods woord. Maar Jezus is overwinnaar. Wat er ook net ook gememoreerd werd. Ook de zuster Iels ook even. Dat ging over Johannes hoofdstuk 14. De versen 12 en 14. Dat wij een grotere wonderen en teken ook zullen doen dan de Heer Jezus. Dat is toch geweldig? Dat is ook Gods woord. Johannes 14 kunt lezen, versen 12 en 14. Zat het ook zo duidelijk in. Maar we hebben te maken met een onzichtbare vijand. Maar als jij niet denkt dat er een duivel bestaat, dan ben je weerloos. Want dan word je gewoon ingepakt, omdat je het gewoon niet in de gaten hebt. Maar je moet weten, je moet die tegenstander moet je weten. En daar, als wij altijd onder, dat is ook, die ook zo duidelijk lezen, Jacobus hoofdstuk 4 vers 7, staat ook zo duidelijk in. Drie punten, broeders en zusters, die wil ik ook zo benadrukken op de tijd waarin we nu leven. Onderwerp je aan God, bied weerstand aan de duivel en hij zal van u vliegen met een noodgang. En ik hou van snelheid en zeker is de duivel in een rotgang de verloren gaan. Maar daar moet je wel van doordrongen zijn. Maar die autoriteit heeft God, Heer Jezus, aan ons gegeven. De autoriteit om te weerstaan. Maar je moet eerst met het eerste punt beginnen. Onderwerp je aan God.
En als jij onderwerpt, zeg je, Heer, ik geef mij het helemaal over. Ik ben van u gekocht en betaald door het kostbare bloed van Jezus Christus. En als je dat jij gaat overgeven, broeder en zuster, mag je ook als erfgename van de rijk in de hemelen, als koningskinderen, mag je ook getuigen, maar mag je ook dan handelen en zeggen, in de naam van Jezus, verdwijnt Satan, je hebt hier niks te zoeken. Want ik ben een tempel van de Heilige Geest. En ik ben gewassen door het kostbare bloed van Jezus Christus. En als je die zo tegenaan stelt, dan laat hij je los. Hij zal ontmoeten, want dan ken je niet tegenop. Dus ga nooit in die slachtofferrol van alle geklaag en gezeur, wat een hoop tijd kost. Maar ga altijd in de autoriteit van Jezus naam staan. Proclameer Gods woord. En als je dat gaat proclameren, dan gaat kracht vanuit. Maar zeg Gods woord, ook of zeg God in je woorden duidelijk. Mijn woord zal nooit ledig wederkeren. Omdat er kracht vanuit gaat. En daar gaat zo'n kracht vanuit. En daar moet u goed van de drommel wezen. Uw positie in de Heer. En al denk je wel eens als je naar omstandigheden kijkt. Oh Heer, dat gebeurt in de wereld. En dat gebeurt er. Hoe moet het? Help. Helemaal niet. Het is God die alles onder controle heeft, broeders en zusters. En niemand anders. En ik kan me nog zulke machthebbers hebben. Die denken, oh, ik heb alles nu onderaan zijn beetje in handen. Nee, het is God die beslist. Maar het is ook zo mooi bij Elisa. Om dan Gods wil ook te verstaan in je leven. Elisa die gaf zijn wil over aan God. Hij was gewillig aan de vraag van de dienstknecht van God aan Elia. Op de vraag om hem te volgen. En hij gaf alles op. En juist omdat ik ook een boer ben. Kijk maar eens goed indenken wat een enorme beslissing geweest is. Letterlijk je ploeg verlaten en volgen en wegwezen. Gewoon met de profeet mee. Maar je ziet de vruchten. Want toen Elisa gehoorzaam was, is die zo'n zegen geweest voor het hele volk Israël. Want toen ze in oorlog waren met de koning van Aram, u weet wel. En toen die ook de profeet. Ook wou arresteren, Elisa wou arresteren, want die verklapte al de geheimen waar die koning binnen zou vallen. En die bracht die over aan de koning van Israël. Dus die was op de hoogte waar die aangevallen zou worden. Dus die koning, dus die man, die zegt op een gegeven moment tegen zijn dienaar, die koning van Aram, waar zit de verrader onder ons? Want iedere keer mislukt ons plannetje om stiekem Israël binnen te vallen. Maar dan staan ze al te wachten op ons. En die zegt, ja, dat doet de profeet, want die krijgt het van de God van Israël. En die krijgt het. Hij zegt, dan gaan we die arresteren. En u weet, s'nachts, toen kwamen ze, hebben ze een stadje belegerd, waar Elisa overnachtte met zijn knecht. En de ochtend Elisa, zijn knecht, nou die deed bekend in zijn broek, zo schrok die toen hij buiten die stadsmuren keek. Gigantisch leger van Aram, om het kleine stadje heen. Hij denkt met zijn natuurlijke ogen, dat is foute boel, wij worden gepakt, wij worden gevangen genomen. Dus die met angst en de staart tussen zijn benen, zeg maar zeggen, wij spreken, ging hij naar Elisa toe. Oh, help, maar dat komt niet goed. Wat doet Elisa? Hij bidt tot God, Heer, opent de ogen van mijn knecht. Amen. En de ogen werden geopend. Ja. En toen keek hij met bovennatuurlijke ogen. En toen zag hij een gigantische hemelse legermacht van strijdwagens en engels, vijanden en engelen. Dat was zo gigantisch. Dat was het leger, het zichtbare leger, die van Aram. Maar dat viel het niet. En toen was hij ineens, oh nee, we hoeven niets te vrezen. En u weet het wonder verder hoe toe ging. Dat God het nog met blindheid sloeg, dat ze ziende niet zagen. En Elisa nam ze mee. De stad in, Samaria in, de stad in van de koning. En de koning was zo verheugd, die dacht, hey, die wil ik gelijk een kopje kleiner maken. Maar dat mocht niet. Hij zei, nee, die geeft ze het eten. En nu kun je zien, broeder, zuster, geschiedenis die er ook in aan vastzit. Hij gaf ze te eten. En die krijgslieden van Aram, die waren beschaamd, maar ze kregen zelf nog eten, terwijl ze haar kunnen doden. Ze zijn nooit meer geweest. En zo moeten wij ook hier een les uittrekken, broeders en zusters. Al denk je, ik ben net gekke Henkje, maar doet dat allemaal goed en moet je zien wat anderen doet. Maakt niet uit. Onze beloning
bij de Heer. Amen. Maar niet hier. Wij moeten geen beloning van mensen verwachten. Echt niet. We moeten het van God verwachten. En daar moet je schatten verzamelen. Zoals Matthäus Evangelie, weet ik ook. Met een prachtig hoofdstuk 6. Matthäus hoofdstuk 6. Alles in over bezorgdheid, alles. En ook over schatten vergaderen. In hoofdstuk 6 vers 33 zijn ook zo heel duidelijk. Van verzameld of daar nog geen schatten waren verzameld. Maar we moeten het koninkrijk van God eerst zoeken. Zoek eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid. En de rest zal je toegeworpen worden. Nou, wat doen we dan? We moeten nooit mensen behagen. We moeten God behagen. En daar zijn we voor hier bij elkaar. Om hem aan te roepen. En de wonderen tekenen van hem te verwachten. En hij wil ook zijn kinderen ook geven. Enkel uit genade alleen. En daarom, toen keek hij mijn knecht met heel andere ogen. Want hij zag de grote daden van God. Die zag hij letterlijk voor zijn ogen. Vandaag ook, leef ook in een tijd, broeders en zusters. Met enorm veel de technologie van de computers. Nou, er wordt wat met die computers, wordt er wat kennis ingeduid. En op de knoppen gedrukt. En hij spoegt de conclusies eruit. Veel mensen die zeggen, nou ja, de computer geeft wel. Oh, mijn levensverwachting, ik ben zo oud en die toestand ben ik, ja. Oh ja, mijn levensverwachting is zoveel jaren. Terwijl de gekke dingen niks van weten, God weet het. Want God, je hebt het allemaal in hand. Maar vandaag de mensen, doen wij de wereld, is bekend helemaal afhankelijk geworden van de technologie, van de computers. Alles wat hij eruit spoegt, van statistieken, van levensverwachtingen, van kansen en bedreigingen. Laat ze eigenlijk helemaal lijden. Maar we moeten ze eigenlijk laten lijden. Dan weer kom ik weer terug op Gods woord. Laat dat een leidraad in je leven zijn. En daar kom je goed aan. Maar met al die wereldse zaken, wat ik ook net ook voorgelezen heb uit Gods woord. Wat ook zo duidelijk stond in 1 Johannes hoofdstuk 2 vers 15, 17. Zat ook zo duidelijk in. We moeten niet wereldgelijkvormig worden. We moeten naar de Heer toe horen. En al heb je hier verdrukking. Al heb je hier pijn en moeite. En ook vernedering. En ook bespotting. En ook beschimping. De Paulus ook zat meegemaakt op zijn rondreizen. Maar hij zat ook in een gevangenis. Bij de gevangenen bewaarde van Filippi, weet u wel. En hij ging de Heer loven en prijzen. En daar moet je ook doen. Moet je ook eens doen als je alleen bent of gezamenlijk. Maar als je problemen hebt, je hebt echt pijn. Ook in je omstandigheden. Ga dus geestelijke muziek opzetten. En gooi die decibels voluit. Dat heel die kamer bekend opgeblazen wordt. Door de lofprijzing van de Heer. Nou. Dan stijg je letterlijk op. En dan ga je. En dan kom je boven je omstandigheden, broeders en zusters. En dat heb je allemaal nodig. Want ik onderschat de tijd heus niet. Want ik zit er nog midden in. Al ben ik dan 73, ben ik nog niet oud. En daar gezet. Maar ik wil je gewoon mee aangeven. Ik voel echt dat de Heer ook met zijn kinderen is. En hij beschermt ons. En hij geeft ook altijd, dat is ook een wonder ook voor Gods kinderen, weet je dat? Hij geeft ook de engelen als dienende geesten. Om je te beschermen, om je te leiden. En de Heilige Geest geeft hij om je te onderwijzen. Om je richting te geven. Dat is toch geweldig? Dus je bent zo rijk gezegend. Dus doe de koppeling wat de Heer aan ons gegeven heeft met de Heilige Geest. En laat niet de computer uw leven bepalen. Want de dingen stroom uit valt met heel gekke dingen niet meer. Dat is alles over. Ja, en dat is allemaal reële dingen die gewoon verkondigd. En daarom zijn wel mensen, heel veel mensen aan het begin nu een pijn te horen. Oh, als stroom is uitvalt. Oh. Ja, dan gaan er echt gekke dingen gebeuren. Goed, rust. Maar stel die vertrouwen op hem. En als we ons vertrouwen op hem stellen. En dan zijn zulke bijzondere dingen ook meegemaakt, broeders en zusters, ook in hem verbonden. Want als je ook aan de Heer Jezus ook de kracht ontvangt, en ontvang je de kracht om verder te gaan met de Heer aan uw zij. En dat is nog zo'n prachtig stuk, en de Petersbrief is ook altijd zo mooi, radicaal, broeders en zusters, zet nog een paar versen voorlezen uit 1 Petrus hoofdstuk 4. 1 Petrus hoofdstuk 4. De verzen 1 tot en met 6.
Er staat heel duidelijk in dat Christus dan naar het vlees geleden heeft, moet ook gij u wapenen met dezelfde gedachte dat wie naar het vlees geleden heeft, onttrokken is aan de zonde, om niet meer naar de begeerte van mensen, maar naar de wil van God, de tijd die nog rest in het vlees, te leven. Want er is tijd genoeg voorbij gegaan met het volbrengen van de wil der heidenen, toen gij wandelde in allerlei losbandigheid, begeerte, dronkenschap, brassen, drinken, onzedelijke afgoderij. En daarom bevreemd hen dat gij u niet met hen stort in diezelfde poel van liederlijkheid. En zij belasten nu, maar zij zullen daarvan rekenschap moeten geven aan hem die gereed staat om de levenden en de doden te oordelen. Want daartoe is ook aan doden het evangelie gebracht, omdat zij wel naar de mens, wat het vlees aangaat, zouden geoordeeld worden, doch naar God, wat de geest betreft, zouden leven. Want dat is toch geweldig, broeders en zusters, wat een belofte in Gods woord weggelegd voor zijn kinderen. Te verwachten het niet van mensen, maar verwacht het van God. En zeker nu de tijden duister worden, nu de tijden donkerder worden, want we zien het letterlijk om ons heen gebeuren, dat ook de zonde ook toeneemt. Dan weet ik één ding. In deze tijd zijn God zijn kinderen nog meer macht, nog meer autoriteit schenken om te overwinnen in Jezus' naam. Gewoon omdat Jezus is overwinnaar. Dus zie niet op uw omstandigheden of wat dan ook, maar zie op hem die alles volbracht heeft en die prijs en die de prijs Golgotha betaald heeft. En daarom wou ik ook gaan eindigen en ook een oproep doen. Als er mensen onder ons zijn hier, hebben gebed nodig voor ziekte of wat dan ook, die zeggen, dan gaan we het voor Gods troon brengen. Niet dat ik wat ken, maar bij God is alles mogelijk. Daarom moeten we altijd Gods aangezicht zoeken. Breng het voor hem en wees overtuigd dat hij met u zal zijn al de dagen van uw leven, in Jezus' naam. Amen. 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 Hey, mag we spreken?